Welkom bij deze vlog. Ik ben Luvena en vandaag geef ik jullie een rondleiding op mijn school, Lyceum aan Zee. Vanwege corona dragen we mondkapjes op school en bij de binnenkomst desinfecteren wij onze handen. We zijn nu in de school op de begane grond en hier staan alle kluisjes. In de kluis kan je je spullen opbergen die je de dag niet nodig hebt. We hebben op school 4 vleugels en dat zijn allemaal verschillende kleuren. We hebben rood. We hebben groen. En we hebben blauw. En als laatste hebben we ook geel. Dit is groen 1, dit is een van de vleugels die we hebben. Hier geeft meneer Brouwer les en daar gaan we nu eventjes langs. In de klas, meneer Brouwer geeft Nederlands. En welke klas zijn jullie? LGB1B. En wat zijn jullie op dit moment aan het doen? Lezen. En is het leuk? Nee. Wat zou je graag nog tegen groep 8 willen zeggen? Kom naar het lyceum en word beroemd. En huiswerk is saai. Ja, vooral wiskunde. Dank jullie wel. We zijn nu op blauw 1 en dat is het creatieve deel van Lyceum aan Zee. Hier heb je natuur en techniek, heb je handvaardigheid, tekenen, BV en muziekles. En hier zijn een paar tekeningen. Hier doe je tekening in. En hier zijn een paar tekeningen uit HAVO 5 gemaakt voor het vak tekenen. Mijn schooldag zit erop. Ik pak mijn jas uit mijn kluisje en dan ga ik naar huis toe.
Hier zet je trouwens je fietsen neer aan het einde van de vlog. Zoals je hebt kunnen zien is het een leuke school en worden er veel interessante lessen gegeven en gebeuren er nog veel meer dingen. Mijn dag zit erop. Ik ga nu naar huis en ik hoop jou volgend jaar te zien op Lyceum aan Zee. Hallo allemaal! Wij zijn Romy en Pien van het beroepsonderwijs aan Zee. En wij gaan jullie onze school laten zien. Let's go! Op het beroepsonderwijs aan Zee hebben we heel veel leuke afdelingen. En we gaan jullie nu techniek laten zien. Let's go! Hebben we ook nieuwe apparaten, zoals een robotarm. In de techniekhallen hebben ze de modernste apparaturen, zoals de CNC-300. De volgende afdeling is Styling en Design. En hier kan je foto's maken. Bij Styling en Design hebben ze een hele grote printer. We gaan nu even pauze houden. Kom maar mee. Dit is de afdeling Zorg en Welzijn. Kom maar met ons mee naar binnen. Bij Zorg en Welzijn heb je ook uiterlijke verzorging. En dat ga ik nu bij Romy doen. Afdeling ziekenhuis bij zorg en welzijn. Zorg voor elkaar en voor je omgeving. We zijn nu bij de afdeling sport en veiligheid. Op de eerste etage hebben we basisvakken, zoals Nederlands, wiskunde, Engels, AK, geschiedenis enzovoort. Kom maar mee boven. Romy doet hier nu wiskunde. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wij hopen jullie allemaal volgend jaar te zien. Kijkje nemen op de MAVO aan Zee. En deze hebben teren onze handen. Oh, ja, ik moet mijn mond opnemen. Nou, dit is Raymond, onze conciërge. Als je niet je mondmasker op hebt, dan krijg je dat echt nog van hem te horen. Dan zeggen we het, ja. Ja, verder naar de kantine. We zijn hier nu in het OSP, een rustige werkplek.
En ja, hier kun je voor huiswerkbegeleiding komen. We zijn nu in het ITTL-lokaal. Zoals de talenturen. Die gaan we nu aan jullie laten zien.